Johan zit wel. Jawel, natuurlijk zit hij daar wel. Die is net terug uit Jakarta en kijkt weer mee. Maar ik zat net te denken, steken. We zijn eigenlijk niet begonnen dat je gewoon vrijheid hebt van uitzenden. En toch wordt het steeds meer zo dat we een beetje zenuwachtig worden. Is het al 9 uur? Ja, dat komt door Johan. Dat komt door Johan. Johan gaat niet thuis meekijken. Maar heel goed, want dat zorgt ervoor dat we deze regelmaat kunnen waarmaken. Een goede avond. Topneems iedere week, iedere dinsdagavond vanuit De Waag. Welkom Lara Ankersmit van de NOS. In de beta-fase, nieuwe site van de NOS. Als ik er naar kijk, denk ik, waarom is hij nog in de beta-fase? Maar dat is, hij is toch goed genoeg om gewoon door te plaatsen? Ja, vind je hem wel goed genoeg? Ja, ik wel. Nou, goed van te horen. Ja, nee, we zijn nog aan het testen. Het gaat inderdaad heel goed, dat klopt. En we hebben ook heel veel bezoekers, maar we hebben ook heel veel feedback daardoor. Dus we zijn nog... Hey, kunnen we eens een beetje bij het begin beginnen? Ja. Als je een hele populaire site hebt, en die hebben jullie, is het lastig om te veranderen? Zijn mensen gewend aan wat er is? Kun je ook niet te grote veranderingen in één keer doorvoeren? Toen jullie begonnen met dit project, wat was jullie startpunt? Dat was eigenlijk niet zo van, we gaan heel weinig veranderen. Het was eigenlijk, we gaan heel veel veranderen. Dat was toch wel een beetje het startpunt. We hebben eigenlijk, wat je op die beta-site ziet, je ziet natuurlijk alleen de voorkant, hè, de frontend. Maar daarnaast hebben we ook de hele achterkant, de hele backend veranderd. Het CMS is veranderd. En ook de werkwijze, hoe de redactie werkt. En ook onze koers eigenlijk is ook veranderd. En ik wilde het echt wel even aangrijpen, omdat we met name eigenlijk aan die backend veel moesten doen. En ook wel het CMS wel wat haken en ogen nog zaten in de situatie waar we eigenlijk nu nog steeds in zitten, maar zo direct dan vanaf zijn. Om het dan een keer echt goed aan te pakken in plaats van te zeggen van nou weet je, we doen wat mogelijk is op de bestaande structuur en dan kom je al heel snel, dan kun je wel mooie dingen maken. Ik bedoel, dat hebben we ook wel laten zien. Maar met andere woorden, alles nieuw. Alles is dus nieuw, dus vanaf het begin... Vanaf de grond opnieuw opgebouwd, maar dat geeft je vaak juist meer mogelijkheden. Ja, precies. Dus dan wil je ook die mogelijkheden gebruiken. Wat was het uitgangspunt? Het belangrijkste? Het project, zeg maar, één zin mee zou moeten geven. Waar gaat het dan om? Het belangrijkste is eigenlijk om meer aan te sluiten bij de gebruiker. En echt te kijken van, oké, hoe kunnen wij onze bezoekers beter bedienen? En minder een site met gewoon stukjes tikken en publiceren. Dat is toch wel een beetje hoeveel van nieuwssites in ieder geval ontstaan zijn. Je hebt content, je hebt verhalen, die plaats je door. En je hebt er nog een. Nou, plaats maar door. Ja. En dat gaf eigenlijk geen overzicht, vonden wij. En hebben toen ook een onderzoek gedaan hoe mensen graag nieuws willen bekijken. Hebben voorbeelden gezien, voorbeeld gekeken natuurlijk van de huidige NOS-site, waarin je regelmatig dagen had waarop een groot nieuwsgebeurtenis zich ontwikkelt. En dat begint dan met, feit X is gebeurd. En dan in de loop van de dag komen er allerlei extra verhalen bij die eigenlijk lukraak op die pagina een beetje staan. En voor een bezoeker niet meteen een goed overzicht geeft. Je zegt, dat vind ik interessant, jullie hebben onderzoek gedaan. Hoe doe je dat? Met hoeveel respondenten? Waar heb je erover gedaan? Ja, er is een onderzoek is gestart in 2012 al. In 2013 is dat verder doorgaan. Het is zowel kwantitatief als kwalitatief. Waar iets van 1500 respondenten volgens mij aan de kwalitatieve... dus enquêtes hebben gedaan. En er zijn ook mensen gewoon kwalitatief geïnterviewd. En gekeken van, hoe consumeer je nieuws? En op basis daarvan hebben wij dingen aangepast. Wat er uit dat onderzoek kwam, was op zich niet zo verrassend natuurlijk. De meeste mensen willen gewoon consumeren nieuws of gaan naar een nieuwssite om op de hoogte te zijn van wat er in de wereld gebeurt. Gewoon eigenlijk heel erg even bijblijven, up-to-date zijn met het nieuws. Dus dat is iets van 80% of zo van de mensen die behoefte hebben. Wat op zich ook logisch is, want de meeste mensen hebben gewoon een baan. Werken van 9 tot 5 bij de bank of wat dan ook. En zijn niet de hele dag zoals wij bij de NOS of bij andere redacties met dat nieuws bezig. Dus voor die mensen is het veel noodzakelijker om even bijgepraat te worden door een goede redactie zoals bijvoorbeeld de NOS. We hebben andere kwadranten in dat onderzoek kwamen dat mensen het niets willen missen. Dus een beetje de nieuwsjunks, dat is ook een deel van de behoeften die mensen hebben. Die bedienen we met de apps goed, maar die gaan we ook op de nieuwe beta-site ook wel bedienen met gewoon echt het chronologische nieuws.
En daarnaast willen mensen graag een mening vormen. Dat is een reden waarom ze nieuws bekijken of geëntertained worden. Dus meer live gebeurtenissen. Nou, dat zijn allemaal nog relatief vage begrippen. Hoe heeft zich dat nou heel concreet vertaald naar jullie nieuwe site? We hebben ons heel erg gericht op die nieuwsbehoeften van die grootste groep. Daarbij blijven. En gekeken... ja, als je nu zeg maar, op de beta-site kijkt, zie je dat we echt heel erg een keuze maken. Een paar grote verhalen eruit halen. En daar de belangrijke artikelen bij te plaatsen. Dus ik weet niet wat er nu staat, zeg maar. De coalitie zegt dat slechte verpleeghuizen moeten sluiten, staat ja, er. Nou, dat is dan, misschien dat... kunnen we even meekijken, dan kan je het even misschien uitleggen. Hoe ja, het, dus dan zie je eigenlijk een bovenin twee grote verhalen, die noemen wij de top stories. Dat zijn nu de verhalen waarvan we zeggen van, nou, dit is belangrijk nieuws. Grote foto's, ja. En daar zie je daaronder zie je drie items eigenlijk. Nee, sorry, in die topstory zelf nog. Dat is ietsje hoger. Yeah, yeah. Die drie, dat zijn eigenlijk de verhalen die bij dat verhaal horen. Dus een beetje het haakje is dan, de verpleeghuizen moeten sluiten. En ja, dat is, als je de hele dag met het nieuws bezig is, dan weet je al lang waarom die verpleeghuizen moeten sluiten. Maar mensen die gewoon het nieuws consumeren als nieuwsconsument, die willen we dan daarbij vertellen van, nou, hoe zat het ook alweer? Nou, een debat is daarover, een regelsgeving is veranderd. Eigenlijk een beetje 5 à 10 verhalen die erbij horen. Dus je wilt de clusters maken van verhalen die bij elkaar horen. Waarom die grote foto's? Nou, beeld spreekt natuurlijk, vinden wij. We willen meer met beeld gaan doen. We doen natuurlijk al heel veel met beeld in de zin van video en in livestreams. Maar ja, met foto's en met beeld vertel je ook een verhaal. Dus daar willen we, daar willen we meer mee uitpakken. We hebben het is een beetje gestoeld ook het design op wat we met bijvoorbeeld de Olympische Spelen site dit jaar hebben gedaan en met de WK. Daar hebben we ook gekozen voor vrij lange pagina's met veel beeld. En daar zie je dit een beetje op terugkomen. Die reacties van die twee sites waren heel positief. Zowel vanuit het publiek, vanuit de consument zeg maar, als vanuit de branche. Voor de Olympische Spelen site hebben we zelfs nog die Spin Award gewonnen. Dus dat, weet je, dat is wel een leuke opsteker. Daar kregen we complimenten over eigenlijk. Ja, uiteraard ook mensen die het niks vinden. Dat gaat op deze site ook komen. Maar de algemene linie was dat mensen dat een prettige site vonden. En daar zijn we eigenlijk op doorgegaan. Daar kozen we ook al heel erg voor foto's. Is dat een voorbeeld van de voorpagina? Wat je net zei, een hoofdverhaal en een aantal verhalen die erbij horen. Zijn dat verhalen die al geschreven zijn? Of zijn dat verhalen die eigenlijk nog speciaal gemaakt worden om dit te duiden? Nou, het kan alle twee. Dus het kan best zijn dat hier een verhaal tussen staat. Het staat er trouwens bij van Nieuwsuur. En dat is misschien wel gisteren bij Nieuwsuur geweest, dat item. Dus het kunnen verhalen zijn die er al zijn. Of het kunnen nieuwe verhalen zijn. Als het idee is van dit verhaal, daar mist nog een verhaal, zeg maar. Dan wordt dat op dat moment gemaakt. Maar er wordt ook zeker wel gekeken in wat er al is. Dus het vervangt ook eigenlijk we zijn heel erg gewend om met dossiers te werken. Dat doen we op de huidige NOS-site, doen we dat ook nog wel. Je ziet het ook op andere plekken. Daar stappen we eigenlijk een beetje van af. Omdat dat is, er is over dit onderwerp, over die verpleeghuizen. Nou, waarschijnlijk zit er in ons CMS misschien wel 500 verhalen over deze kwestie. Dat is niet meer behapbaar, zeg maar, voor een gewoon gemiddelde persoon. Is de conclusie bij jullie eigenlijk ook doordat je zoveel nieuws maakt bij de NOS dat de algoritmes of het filteren eigenlijk niet meer werkt en dat je handmatig moet gaan cureren? Is dat het uitgangspunt geworden? Nou, dat is wat je nu ziet, is inderdaad handmatig cureren. We gaan wel starten, maar dat heeft ook wel met de nieuwe site te maken, maar niet per se. We gaan natuurlijk wel starten met hoe ga je met algoritmes, hoe kan je verhalen aanbevelen, hoe kan je meer met recommendations doen. Maar dat is met nieuws natuurlijk altijd een beetje lastig, want ja, het is altijd heel erg gericht op gematcht op content en dit wil niet zeggen dat als je nu een verhaal leest over verpleeghuizen, dat je alles over alle verpleeghuizen in de hele wereld wil weten. Nee, misschien wil je wel gewoon weten wat er in de FIFA gebeurt of er met Chesto aan de hand is. Het is die content matches vind ik niet altijd even logisch. Is dat moeilijker met nieuwe inhoud dan met oude inhoud? Want dat is natuurlijk wat je doet. Het is steeds nieuw en daar moet je alweer... Je zou kunnen zeggen, andere tips gaan toch vaak als er al massa is. Hè? En dan kan je makkelijker zeggen van veel mensen die dit lazen, daar deden dat. Of dit past logisch bij elkaar. Is het met algoritmes werken moeilijker met nieuws dan met oud nieuws, zeg maar?
Ja, in retail doe je natuurlijk heel erg van, weet je wel, ja, je hebt dat jasje gekeken, daar hoort dit blouseje bij, want dat hebben andere mensen ook bekeken of gekocht. En dat is met nieuws natuurlijk, je probeert er nog wel een we zijn natuurlijk wel een journalistieke medium, zeg maar. En niet, als je alleen maar de meest gelezen artikelen plaatst, dan krijg je natuurlijk een ander beeld dan gewoon dat je mensen bijpraat met wat het nieuws is. Maar we gaan daarmee experimenteren, dus ik ben ook heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Tot nu toe is het altijd, zeggen mensen heel snel, dan doe je toch even AB testen of dan doe je, content kunnen wij wel allemaal, behavioral targeting, allemaal dat soort dingen. Maar het is heel erg op advertenties gericht en heel erg op inderdaad dingen die je al in het magazijn hebt staan en die je dan met elkaar in verband brengt. En met nieuws weet je natuurlijk niet echt wat eraan gaat komen. Ja, wat mij nou opviel, jouw baas, Jan de Jong, die een tijdje geleden, houdt elk jaar twee keer zo'n toespraak waarin hij het nieuwe beleid van de NOS aan de wereld kenbaar maakt. En hij, het adagium was toen video first. Dus het gaat allemaal om video en dat moet zo snel mogelijk bij de mensen thuisgebracht worden. Als je nou je nieuwe site ziet, had ik eigenlijk gedacht, ik zie alleen maar nog videoplayers met de video die de NOS heeft gemaakt. Het tegendeel is waar. We zien grote foto's en relatief veel verhalen. Mm-hmm. Hoe moet ik dat met elkaar in verband brengen? Nou, we hebben eigenlijk in de artikelen kiezen we heel erg voor een soort storytelling, waarin je dus inderdaad een verhaal hebt met die elementen. Dus dat kan een video zijn, dat kan een foto zijn, dat kan een quote zijn, dat kan een audiofragment zijn, dat kan van alle elementen zijn. Omdat dat dan weer het kapstokje is. En het video first is zeg maar heel erg van, we gaan niet wachten totdat een uitzending komt om ons item klaar te hebben. Nee, we maken het gewoon nu klaar, plaats het al op de website en gebruik het in een uitzending over een uur of vanavond. Dus dat is meer in de zorg dat er een stroom is van, nou mensen, we zijn gewoon de hele dag door met nieuws bezig en de hele dag door kunnen we die uiten op nos.nl. Ja, twee vragen. Oh, hebben we vragen? Ja, we hebben vragen binnen, toch? Ja. Paulus Veldman zegt, je hebt steeds over verhalen. Hij vraagt zich af, is dat iets anders dan een traditioneel nieuwsbericht? Dan een traditioneel nieuwsbericht? Je hebt het meer... Nieuwsverhalen heb ik het dan over, ja, ik bedoel... Is het iets anders of is het eigenlijk gewoon klassieke journalistieke berichten zoals we die kennen? Alleen natuurlijk heel goed gedaan, maar... Maar dat is zijn vraag. Is er een nieuw soort vorm gekomen? Of noem jij wat hij een nieuwsbericht noemt een verhaal? Nou, ik denk dat wat hij nieuwsbericht noemt, ik een verhaal noem. We hebben wel erg gekeken van, weet je, je probeert elementen in een verhaal te brengen waardoor het lekkerder leesbaar wordt. En een nieuwsbericht is misschien een ouderwets nieuwsbericht, misschien gewoon een stukje tekst en daar staat alles in. Maar we proberen het wel aan te kleden dat mensen door zo'n verhaal geleid worden en daardoor het uitlezen, zeg maar, in plaats van toch een beetje wat droger een stukje tekst. Maar ik weet niet of hij dat zo bedoelt, maar dat nieuwsbericht klinkt mij wat ouderwets en ik probeer het inderdaad meer verhalen te brengen, storytelling te brengen met de elementen. Ja, die het nieuws verder duiden. Ja, een vraag van Mark de Bruin op Twitter. Die zegt, komt er in de toekomst één NOS-app waar je op basis van een nieuwsprofiel nieuws op maat krijgt van de verschillende titels? Met andere woorden, gaan jullie personaliseren op basis van profielen? We gaan eerst starten met twee projecten eigenlijk. Twee pilots, moet ik zeggen, voor even big data tussen haakjes. Om te kijken wat we met algoritme kunnen doen in de zin van aanbieden. Ik wil dat eerst proberen op basis van gedrag. In plaats van op basis van gepersonaliseerd. Omdat dat wel een beetje veel dingen uitsluit. Heel veel mensen zeggen van ja, maar ik... Weet je, ik wil, geef mij maar alleen het nieuws over dat. Of nou, dat sport, dat hoef ik allemaal niet. Maar ik vind dat wij als NOS, ook als weet ik van Nederland wereldkampioen is in een of andere sport, dan vind ik dat we dat toch moeten vertellen aan mensen. Want dat wil je wel. Je hoeft het niet het hele verhaal te lezen, maar dat je ergens in je ooghoek ziet van oké, Nederland heeft het goed gedaan op de Olympische Spelen of op welk evenement ook. Dat vind ik dat we dat wel moeten vertellen. En als je dat allemaal uitsluit, vind ik dat wat mager. We zien trouwens ook, we hebben dat bijvoorbeeld bij de Windows 8 tablet, bieden we dat ook aan. Hè, dat mensen, trouwens ook op de apps, bieden we dat ook aan. Dat mensen dingen kunnen aan- en uitvinken. Dus dat gebeurt ook wel. Maar niet zo massaal dat iedereen meteen zegt van nou, dan heb ik hem volledig alleen maar mijn eigen lijstje wat ik interessant vind. Ja. Ik vind dat wat te smal worden. En wat ik eigenlijk met die algoritme wil proberen of met data, is van...
ja, wat kun je afleiden aan het gedrag van iemand en wat kan je, en wat kan je dan aanbieden? Dus het kan best zijn dat je 's ochtends hebben jullie heel erg vergelijkbaar hetzelfde gedrag wat je wil weten. Maar 's middags ben je met hele andere dingen met alle twee bezig en heb je heel andere nieuwsbehoeften. Dus ik wil niet te veel op een persoon, want dat vind ik een beetje te veel in een hokje. Ik geloof daar niet zo heel erg in meer dat iemand is, weet je, dat is heel erg man zo oud, zoveel kinderen, zo'n baan en zo'n auto en dan vind je dit leuk. Dat, ja, volgens mij is dat niet meer zo. Ik spreek mezelf daar een beetje tegen, want het is natuurlijk niet alleen maar in de algemene hokjes, maar mensen personaliseren vaak heel vaak zelf, wat je zelf ook al zegt. Er zijn mensen die zeggen van ja, dat interesseert mij gewoon niet, dat wil ik helemaal niet zien. Ja, klopt. Dan zeg je, ja, dat doen we niet. Want nou, dat bieden we. NOS bepaalt dat wel, of jij dat moet zien of niet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, dat is niet op de apps en op de Windows 8 tablet en trouwens. Nee, maar we hebben het even over je nieuwe site. Over de nieuwe site, ja. Ja, daar bieden we dat nu niet aan. Nee, klopt. Ja. We bieden alleen de mogelijkheid in dat nieuwslijstje. Omdat je principieel vindt dat de NOS bepaalt wat jij wel of niet. Nou, niet principieel, maar ik heb nog niet. Ik hoor het iedereen zeggen dat ze dat heel graag willen. Ik zie het niet heel erg gebeuren dat iedereen dat ook massaal doet. We hebben vanuit een promotieonderzoek in Groningen of zo is ook een onderzoek daar naar gedaan. Dat heb ik, waar ze ook mensen dat inderdaad gingen kijken of ze dat ook echt daadwerkelijk doen. En zij kwamen terug met van ja, mensen zeggen dat te willen, maar als puntje bepaaltje komt, doen ze het niet. En dat kan zijn omdat ze de mogelijkheid niet helemaal hebben, of omdat ze er geen zin in hebben of te veel moeite vinden. In dit geval moet ik het met je eens zijn hoor, want voor mensen die niet weten, ik ben Lara's voorganger. Maar Ja. Ik heb het in die tijd ook al heel veel onderzocht. En met altijd dezelfde uitkomsten. Mensen doen het gewoon niet. Ik weet nog waar een keertje ontzettende ruzie gehad hebben. Want toen had jij ook net iets nieuws geïntroduceerd. En dan kreeg ik van die automatische berichtjes erbij. Ja. En er was een hele slechte. En jij was kwaad. Dat ik er meteen al wel. Ja, jij zat gelijk te zeiken op Twitter. Ja. Dat doe je wel vaker. Ja. Je noemde de apps. Een bruggetje naar een vraag die bij mij toch heel erg leeft. Jullie stoppen ongelooflijk veel tijd en energie in deze website. Project van jaren, overdrijf ik niet. Terwijl alles gaat naar mobiel. Nou, en jullie hebben fantastische apps. Waarom überhaupt dit hele project? We besteken in beide projecten veel tijd. Zeg maar. We begonnen eigenlijk met dat we onze site responsive wilden maken. Zodat die ook op mobiel, dus voor al die mensen die nog niet de NOS-app hebben gedownload, wat er helaas toch nog steeds wel mensen zijn, die wel via Twitter een linkje krijgen of de NOS volgen of andere mensen volgen die NOS-linkjes twitteren. Ja, die kwamen natuurlijk die komen nu nog steeds, nou nu niet, want we delen nu veel de beta-site, maar die komen in principe nog op de huidige NOS. En dat is, ja, dan zit je toch een beetje moeilijk te scrollen en te zoomen. Dus daar begon het eigenlijk mee. En, dat is voor ons een potentieel ook weer een nieuw publiek van mensen die we ook willen bedienen. Die dus nog niet de app hebben gedownload, misschien wel nooit gaan doen, omdat ze niet daarvoor niet. Vooral op zoek naar de delers die dan toch. Daar begon het eigenlijk mee. En dan zeg je van ja, dan gaan we die website dus responsive maken. Hey, we hadden aan de backend kant ook nog wel wat te doen, omdat we nu inmiddels die apps hebben en toen de tijd niet. En daar ook wel wat omwegen zitten om die app überhaupt te vullen. Dus ja, dan ga je zeggen van nou, we moeten nu echt eens even goed aan de basis gaan werken. En wat ik zelf ook graag wilde doen, van ja, weet je, we kunnen natuurlijk prima een mooie responsive site maken die er prachtig uitziet, helemaal, weet je, ja, dat kan. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Mensen komen op nos.nl, komen ze om NOS-verhalen te lezen of NOS-video's te kijken of nieuwsberichten, hoe je het wil noemen. Daar komen mensen voor. En wij bij digitale media moeten zorgen dat weet je, een beetje lekker loopt en dat het een gebruiksvriendelijke site is. Maar een site, als wij een hele mooie site maken waar geen content in zit, ja, dan dat is totaal oninteressant. Daar komt natuurlijk niemand voor. Ja. Dus hebben we ook gezegd van nou, laten we kijken ook hoe we toch meer met de redactie kunnen doen en meer ook journalistiek kunnen veranderen eigenlijk naar een andere keuzes te gaan maken. En zo is dat hele project eigenlijk gestart. En dan moet je natuurlijk wel ergens het plaatsen ook. Hey, kun je daar iets over zeggen over apps versus zeg maar responsive design, oftewel je site, je gewone website geschikt maken voor mobiel of iPad of andere touchpads. Wat mensen daarover zeggen, dat wisselt nogal. Eerst was het natuurlijk alles ging naar apps. Daarna kwamen mensen van nou, je moet er gewoon alleen nog maar websites maken die geschikt zijn, want die apps die zijn ook maar tijdelijk. Kun jij daar iets uit het gebruik over vertellen? Hoe ontwikkelt die mobiele wereld zich?
Nou, wij zien dat op het mobiele gebruik, zeg maar, van NOS-producten, dus de NOS-site, de huidige site, de mobiele site, sorry, want we hebben natuurlijk wel een mobiele site plus de apps. Ja, dan is echt een heel klein percentage daarvan is, zeg maar, die de mobiele site gebruikt. Overgrote deel van mensen die mobiel de NOS bezoeken, doen dat via een app. Ja, dus die app blijft wel heel belangrijk. Ja, die blijft heel belangrijk, ja. Het zit ook, ja. Wat mij ook heel erg opviel, en dat iedereen gebruikt natuurlijk zo'n website op een andere manier. En wat ik heel vaak deed, is ik ging even video browsen bij de NOS. Dus ik ging naar video en daar kon ik het filter op de meest bekeken of sport. Of dan ging ik video's kijken. Ja. Kan niet meer, want er is geen navigatie meer waarin je op dat soort dingen kunt filteren. Ja, nou, dat komt er wel nog. Maar het gaat wel weer komen. Ja, dat komt nog wel, ja. Oh, dus het is logisch dat het me opviel. Ja. Het was meer mensen opgevallen, ja. Het is geen keuze. Nee, het is geen keuze. Het is nog niet af. Dat is het eigenlijk. Oh ja, daar komen we zo direct nog eventjes op. Ik wil even vragen, een vraag waar ik even overheen gelezen had. Dus Simon van der Hurk, die vraagt zelf over jullie. Ik weet niet of jij daarover gaat, eerlijk gezegd, hoor. Maar dat hoor ik dan wel. Of jullie lang hebben nagedacht voordat je die afbeeldingen van de selfie van de zwarte voetballers met alle reacties ernaast geplaatst hebben op jullie Facebook pagina. Eerst eventjes, kun je misschien even uitleggen voor wie het niet weet. Wat is, zeg maar, de relatie tussen jouw afdeling en wat er op de site en wat er op Facebook verschijnt? Nou, in principe is dat wat er op Facebook verschijnt en wat er op de sites inhoudelijk verschijnt en wat er in de journaals verschijnt, dat wordt door de redactie gedaan. Dus daar, dat doen wij niet. Nee, dus als ik aan jou vraag of er lang over is nagedacht, dan zou je het kunnen weten, maar... Toevallig, maar... Had ik het toevallig kunnen weten, ja. Maar dat is niet zo. Nee. Hey, over dingen die mensen missen of die mensen goed vinden. Ja, ik zag dat je 5500 feedbackpunten hebt binnengekregen. Gigantisch. Afschuwelijk! Wat moet je ermee? Ja, afwerken. Ja. Wegwerken. Maar stop je dat in? Ja, vertel daar eens over. Zijn dat bugs of zijn dat klachten? Of wat zijn dat? Beide. Het zijn... het zijn ook heel veel complimenten overigens. Dus dat is dan wel weer leuk. Maar het zijn dingetjes, de linkjes die niet werken, dingetjes, spelfouten. Het zijn dingen die kapot nog zijn, zeg maar, die aangepast moeten worden. En het zijn ook gewoon opmerkingen en klachten. Want het is natuurlijk echt wel iets anders wat we nu neerzetten. Als je op die beta-site komt voor het eerst, dat is wel even wennen, zeg maar. Je moet even je weg weer vinden. Waar staat alles? En daar krijgen we natuurlijk ook opmerkingen over. Maar die zijn een beetje... Dan ben ik wel naar 5501. Ik kan de samenvatting van Nederland-Letland niet vinden. Okay, ja. Ik heb geen mogelijkheid. Nou ja, ik zal zo direct even kijken of ik hem kan vinden. Maar hoe ga je vertellen? Hoe ga je daarmee om? Want al die reacties komen binnen. Zit jij dat in je Excel te zetten? Ja, hoe doe je dat? Nee, we hebben dus een hele mooie feedbackknop. Sommige mensen zien hem niet. De een of andere reden. Maar... Deze rode knop hier helemaal rechts. Daar. Ja. Kijk, als ik erop klik, dan ga ik... Doe eventjes, ik kan zeggen dat je de samenvatting niet kan vinden. Ja, precies. Ja, waar staan de samenvattingen? Specifieke feedback. Caplocks aanzetten. En dan, Waar is godverdomme? Ja, nou kan ik alleen zeggen wat ik ervan vind. Je mag gewoon een hartje geven, hoor. Dat is ook goed. Nou, dat vind ik niet leuk. Suggestie. Maak de samenvatting vindbaar. Ik kan de samenvatting van Nederland... Letland niet vinden. E-mail, nou, dat niet. Oké. Optioneel, jammer. Nou ja, het staat op beeld, dus ik denk dat jij het vindt. En dat werkt dus heel goed. Dat doen dus heel veel mensen, blijkbaar. Ja. Ja. En dat is wel heel leuk, hè? Ja, dat is... En Usabilla, Nederlands... ik weet niet hoe lang een bedrijf een start-up is, maar vroeger was het een start-up in ieder geval. Nu gewoon een bedrijf. Dus zij hebben daar een systeem aan de achterkant ook om dat af te vangen, te ordenen en per pagina eigenlijk... Ja, het werkt... Met alle eerlijkheid, met zoveel kan je natuurlijk eigenlijk heel weinig meer, hè? Nou, er zit natuurlijk ook heel veel dubbeling in. Hè. Ik bedoel, het is niet dat er 5500 unieke feedback zijn. Maar het geeft ook een beeld natuurlijk over waar het meeste over geklaagd of gevraagd wordt. Geef ons eens een indruk. Wat zijn de overheersende dingen die je tegenkomt?
We hebben steeds dingen toegevoegd. Zeg maar. Bijvoorbeeld teletext hadden we vorige week nog niet toegevoegd. Ja, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel vragen van mensen, waar is teletext eigenlijk? Ja. En op het moment dat je dan teletext toevoegt, ja, dan zit in het geval van teletext zaten er gewoon dingen in die in IE8 niet werkten. Ja, dat is natuurlijk wel heel handig om te weten. En dus dan krijg je dat soort dingen binnen. Ja. Je ziet vrij snel of het het meerdere mensen is opgevallen. En dat geeft ook een enigszins houvast in van oké, hoe belangrijk is dit punt nu en of hoe onduidelijk is dit nu en moeten we daar wat mee? Ja. Maar het werkt heel goed en wat heel prettig is, zeg maar, omdat je bent heel erg gewend om feedback te krijgen van mensen die, weet ik veel, bij wijze van spreken nog de telefoon oppakken om iets door te gaan geven. En hier is het heel gestructureerd, ook omdat je zag het net, je kan gewoon die pagina selecteren. Dus wij zien ook precies binnen, komt precies ook binnen van, deze pagina, dit stukje. Ja. Dus dat helpt heel snel vinden waar het probleem zit. Ja. Ja. Roos van Vught vraagt, heeft en hoe zet de NOS... de social distributiestrategie in. Nou, heb je hem? Hebben jullie hem? He, dus hoe social media helpt jullie verhalen, zeg maar, over de wereld te verspreiden. En als je hem hebt, hoe zet je hem in? We hebben hem. Maar wil niet zeggen dat helemaal af is. We zijn ooit gestart, zoals veel andere organisaties ook. Of in ieder geval nieuwsorganisaties, gewoon met een RSS-feed. Je account maken en gewoon de RSS-feed koppelen eigenlijk en dat uitzenden. Daar zijn we op een gegeven moment, en er waren heel veel Twitter-accounts ontstaan. Elk programma, er waren van alles en nog wat. Elk evenement was wel weer een Twitter-account ontstaan op zich. Allemaal prima en ook logisch, je moet het toch ontdekken. Toen hebben we dat eigenlijk allemaal bij elkaar genomen, een keer het net opgehaald. Dat is, twee jaar geleden geweest. Van wat hebben we nou eigenlijk allemaal? Hoeveel volgers hebben we er eigenlijk? Wat gebeurt daar in interactie en dergelijke? Nou, nu kan je dat natuurlijk allemaal mooi zien met die Twitter-tools, maar toen nog niet. Maar gewoon meer van, zijn we hier nou zinnig bezig of niet? Toen hebben we eigenlijk heel erg geschrapt in die accounts. Gewoon terug naar een aantal accounts van, dit zijn echt dingen waar we het hele jaar door op willen aanwezig willen zijn. En toen zijn we begonnen met, voor het NOS zijn we ook begonnen met van, we gaan eerst de zand nog wel in de nacht automatisch uitkoppelen, maar overdag niet meer. En gewoon eigenlijk, andere bedrijven noemen het dan social content of social koppen maken. Wij zeggen gewoon van, wij gaan nu handmatig die tweets maken. Dus niet meer dezelfde, gewoon niet automatisch doorkoppelen, nee. Dat doen jullie niet meer? Nee. Nee, want het werd toch een hele lange diarree eigenlijk van Twitterberichten. Die een beetje. Zo voelde het dan ook, hè? Als er geen liefde, er zit geen liefde in, hè? Nee, die automatische koppelingen. Nee, dus daar zijn we mee gestopt. Het maakt die tweets stukken interessanter. Het heeft ons ook veel meer volgers opgeleverd. En toen zijn we dat bij de Olympische Spelen dit jaar zijn we dat voor sport ook gaan doen. En dat hebben we ook zo gehouden. En voor teletext zijn we sinds vorige week, denk ik ook. Het had een beetje te maken ook met die nieuwe teletext. Onderdeel van de nieuwe site hebben we ook teletext, dat we plaatjes nu, dus het teletextberichtje zeg maar als tweet sturen. Dat geeft ook al veel meer engagement. Mensen het meer gaan retweeten. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe we er nu mee omgaan. Maar het is wel een beetje learning by doing, zeg maar. Dan als ik Roos zou moeten zeggen, als ze mij vraagt, wat is jouw social media? Doe het even in één zin of zo. Zo zit ik er nog. Zo heb ik het. Zo goed hebben we het nog niet. Maar we doen dingen, we proberen dingen en monitoren dat. En waar dit. We doen het nog niet. Het is niet echt een focus of zo van. We gaan nu allemaal social koppen. Maar het ontstaat eigenlijk. Ja, ik krijg gelijk al mijn kop van onder andere van Martijn Verver. Dat het onzin is dat ik die samenvatting niet kan vinden. Want de zoekfunctie is in dit soort gevallen het beste, zegt hij. En hij had hem in drie Hij heeft hem gevonden? Klik, drie klikken. Waarschijnlijk. Maar goed, dat is ook een filosofie, hè? Dat je zegt, navigeren is onzin, zoek lekker. Ik merk dat ik vaak Google ga gebruiken om binnen een site dan maar dingen te zoeken. Als het zoeken is een beetje armoede natuurlijk. Ja, hè? Dus het moet daar aan. Het moet daar wat nu het meest. Logisch ergens. Ja, staan. Steek wel nieuwe tafel. Doekje. Dat haalt wel even. Dat komt goed, dat komt goed. Ja. Mark de Bruin die vraagt zich af of jullie zwaar gaan inzetten op smartwatches.
We hebben een smartwatch-app sinds 2 maanden, denk ik, zoiets. Heel leuk ding. Met een soort snellezen functionaliteit erop. Wilde daar ook iets anders doen dan in dat toch... Ja, het is een klein schermpje. Ik vind hem heel vrij groot, want het is nog altijd... Maar om daar dan weer een websiteje in te maken, dat hebben we niet gedaan. We hebben echt... We doen daar eigenlijk met teletext 101 nieuwsberichten. Een soort snellees. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Er is ook een filmpje op YouTube. Hebben we geplaatst op NOS YouTube kanaal. Waarin je heel snel het leest. Dat hebben we gestart. Daar hebben we iets mee gedaan, ja. Maar verwacht je er veel van? Wordt het belangrijk? Op termijn ongetwijfeld wel, maar nu is dat echt een experiment. Ik doe echt projecten, zeg maar, grote projecten gewoon voor de massa, zeg maar. NOS.nl, de NOS-app, teletext, alle grote platformen, zeg maar. En de experimenten, zoals bijvoorbeeld de Smart TV of de Smartwatch of HBBTV, allemaal dat soort dingen. Dat is niet per se, insteken niet per se van, nou, dat moet meteen massaal mensen trekken. Dat is echt experimenteel, dat wordt nog niet door heel veel mensen gebruikt. Dus daar moet je het in mijn ogen niet op afrekenen, want ja, dan zou je het niet moeten doen namelijk. Want het heeft te weinig bezoeken of te weinig mensen die dat dan gebruiken. En dat is ook weer zonde om er niet mee te experimenteren. Zo'n groot project als de nieuwe NOS.nl, doen jullie dat allemaal intern of gebruik je externe bedrijven? We hebben alles intern gedaan, weliswaar ook wel met freelancers uiteraard, maar we hebben geen bureaus of externe partijen ingehuurd hiervoor. Nee, dus alles in huis gedaan. Ja, het is een heel lang traject geweest. Ik weet dat jullie er al meer dan 2 jaar mee bezig zijn, of in ieder geval over het nadenken. Je zei zelf ook al de onderzoeken. Die onderzoeken waren niet per se voor het... Waarom duurt zo'n project zo lang bij de NOS? Nou, die onderzoeken waren niet per se voor de NOS.nl-site, hoor. Onderzoeken waren gewoon... Nou, maar goed, laten we het hebben over het ontwikkelen en het ideeënvormen van de site. Ben je ook meer dan 2 jaar mee bezig geweest? Dat is niet helemaal waar. Waar gaat de tijd in zitten? Het is niet, we zijn niet echt 2 jaar mee bezig geweest. Het speelde zich af over een langere periode. Hè? Niet altijd, maar... We zijn vorig jaar ermee gestart. En we hadden dus in 2013. En we hebben flink aangebouwd toen. En we hebben ik heb het zelf ook een beetje veroorzaakt eigenlijk. Want ik wilde ook echt graag met... Ja, kijken hoe je met die inhoud, wat je daarmee kunt doen. Hoe je daar meer mee kunt doen dan gewoon wat we al hadden weer oppakken. Dus dat is ook aftasten aan alle kanten, zeg maar. Aftasten van wat kunnen we met het huidige CMS? Hoe moeten we die backend gaan oppakken, wetende dat het aan een ander CMS komt? Hoe kunnen we journalistiek ons gedachten ordenen over hoe we zoiets willen? En hoe willen we het dan eruit gaan zien? En dan hadden we dit jaar natuurlijk ook nog eventjes gewoon de Olympische Spelen en het WK ertussendoor. Wat ook gewoon veel tijd kost. Niet alleen bij digitale media, maar ook met name bij de sportredactie natuurlijk. We zijn er al een tijd mee over aan het nadenken. Maar het is niet zo dat we daar al die tijd aan hebben zitten bouwen. Want een lange tijd was er nog geen duidelijkheid over wat precies. Dus dan kun je ook nog niet zo heel veel bouwen. Mm-hmm. Ik krijg wel een goed nieuwtje langs van de NOS. Twitter heeft zijn zoekmachine op de schop genomen. Nu zijn alle tweets die ooit zijn verstuurd te doorzoeken. Hé, eindelijk. Kan ik eigenlijk je geschiedenis weer een beetje terughalen. Jullie zijn in beta nu al een tijdje. Ik begrijp ook dat er nog steeds dingen toegevoegd worden dat er ook echt beta is. Dus er komt steeds wat bij. Het is niet alleen maar een tijdje even kijken hoe het loopt. Wanneer gaat de knop om? Ja, daar zijn we nog aan het kijken eigenlijk. Dat weten we nog maar niet. Maar doen ze gok? Duurt dat nog een paar maanden of een paar weken? Nou, dat hoop ik niet. Maar we zijn nu, 3 weken bezig. We hebben inderdaad, we hebben nog steeds veel feedback. Maar er komt nu wel een punt dat het meer op elkaar gaat lijken, zeg maar. En we hebben inderdaad nog een aantal dingen die we toevoegen. Maar het is ook zo, weet je, ook al ook als we live zijn, dan zullen we ook nog steeds met die feedback blijven werken, hoor. En dat hebben we ook wel met de apps gezien. We hebben bijvoorbeeld met de iPad-app zijn we vrij basic, hebben we die neergezet.
zaten echt nog een aantal dingen zaten er gewoon echt niet in. En die hebben langzamerhand steeds toegevoegd. En ja, dat geeft toch ook elke keer, weet je, werkt toch met sprints. Dus het geeft, ja, je hebt op een gegeven moment een product wat je live brengt. En uiteindelijk bouw je er weer op door, zeg maar. En het heeft voor de apps in ieder geval ook wel prettig gewerkt. Omdat je dan, ja, elke keer weer een moment hebt om wat nieuws te kunnen bieden eigenlijk. Ja, want ik neem aan dat de redacteuren nu in twee CMS'en zitten, ja, te werken om allebei die sites in de lucht te houden. Dus die zullen blij zijn als je de sticker eruit trekt. Ja, ja. Nou ja, ja, we zitten wel te kijken van of dat niet meer in die twee systemen hoeft gedaan te worden. Maar op dit moment is dat wel het geval, ja. Ja. Oké, super. Dankjewel. En nou, we horen het als je door alle verbeterpunten of alle sterke punten... Ja, als je nog feedback hebt, geef het door. Jij hebt de knop niet gevonden. Precies, ja. Ik ga eerst de samenvatting van Nederland. Ja, die ga je eerst kijken, ja. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live. Blijf dan hangen, want zo direct komt Tim Heineken over Pause vertellen. En kijk je onder mond, dan weet je dat je die uitzending ook kunt terugvinden. Bedankt Streamzilla uit Groningen die het mogelijk maken dat je naar deze uitzending keek. Bedankt. Dag. Ja?